dit zien aankomen. Ik wist dat dit ging gebeuren. Ik heb er dromen over gehad. Het is niet alleen dat dit nu zo is, die coronavirus en alles staat op lockdown en dat is nu anders. De maan komt normaal, of de maan en de zon, komen normaal altijd in de oosten op. Komen in de oosten op en gaan neer in het westen. Deze keer kwam de maan op in het zuidwesten. En dat is heel apart. Iemand die hier zit, die bijvoorbeeld zijn neus is geopereerd, dus die heeft een hele gevoelige neus. Ze gaan naar buiten en de lucht is gewoon helemaal schoon. Het is anders dan de jaren daarvoor. Ze zeggen vaak, nee, het als een geleerde zegt dat nu echt iets gaat veranderen, dan moeten we het geloven. Nee. Als iemand waarvan jij denkt dat hij super onwetend is, of gewoon als het nou een super Johnny is, gewoon iemand die geen shit weet, als zo iemand zegt, er is iets aan het veranderen, weet je dat er iets aan het veranderen is. En ik voel het al jaren, mensen, net als Noach. Noach zei ook tegen hun van, vriend, we moeten stop met wat jullie aan het doen zijn. Stop met al die praktijken. Ah, ga weg maar joh. Wat een sukkel, wie is dit? Stuur hem weg man. Ga. Oh, je bent een schip aan het bouwen, sukkel. Wat ga je met je schip doen? Of wat denk je dat ding iets gaat? Welke vloed? Nou, het begon net te regenen. En begon die vloed te komen, opeens willen ze allemaal die schip in. Ja, dan ben je te laat hè. En dit is precies zo, ben ik tegen iedereen aan het praten. Ik ben veel mensen. Ik zou zeggen, ik raak niks kwijt zolang ik mezelf niet kwijtraak. Maar veel mensen spreek ik niet meer. Door dat. Omdat ik tegen ze heb gezegd van, yo, dit staat te gebeuren. Ja, kom op man. Hoe weet je dat? Ik zeg, ja, ik voel het. Ja, maar toch, ik voel het niet. Ja. Snap je? En dat is waarom ook mensen niet slimmer willen worden of achter dingen willen komen. Omdat ze weten dat ze heel veel dingen gaan moeten veranderen. En daarom blijven ze liever in hun comfortzone. Maar dan komt er een dag waar je het echt nodig gaat hebben en dan heb je het niet. En dat is de nadeel van onwetendheid. Ik zou zeggen, verandering begint bij jezelf. Als dit allemaal zo blijkt te zijn, dat het door de 5G komt en dat er ook nog een virus gaat komen. En dat dit gewoon een military exercise was, want dat zei Pompeo. Hij zei dit is gewoon een live military exercise. En Trump staat naast hem, die zegt, ja dat had je me wel even kunnen zeggen. Kom op man. Als dit klopt, de beste manier om jezelf te beschermen is om alkalisch te zijn. Dus alles boven de pH-waarde van 7. Boot bouwen nu is, mensen zeggen van hey, eet gezonder. Dat is de best way. Ik eet geen vlees en geen vis. Ik eet alles wat boven de pH-waarde van 7 is. Als je consistent bent en dat alleen eet, heel je jezelf. Ik weet niet waar ik terecht kom als shit hits the fan. Want nu, twee scenario's, of dit loopt nu helemaal uit de hand. Helemaal uit de hand en dan doet alles er niet meer toe. Huur, belasting, alles doet er niet meer toe. Dus dan moet je je bug-out bag klaar hebben. Weet je, of je moet weten hoe het werkt, hoe je vuurtje kan maken. Dat je dat weet, want je moet uit je stad zijn, om zo te zeggen. Of scenario 2, het wordt weer voor wat wij denken dat normaal is, wordt het weer. En dan hebben we een kans gehad om het weer opnieuw goed te doen. En dan moeten we er echt goed voor gaan. Dan moeten we er echt wat van maken. Als dit weer normaal wordt, moeten we er echt wat van gaan maken. Want als we dat niet doen, ja, het heeft te lang geduurd, man.